Hallo mijn zus, mijn naam is Sarah van een vlagje. Ik ben nu in de woonkamer, niemand is hier. Iemand zit boven. Ik ben al op maken aan het gamen en die gaat zo meteen slapen. Het is 8 uur bijna, 8 uur ga ik voetbal kijken. Eerste helft ga ik zien, daarna de tweede helft ga ik misschien op de telefoon kijken boven. Maar even rondleiding. Kijk. Dus keuken. Daar kan je koken. Daar kan je koken. Een oven. Daar kan je afwassen. Dat doen we ook regelmatig. Gewoon vandaag hebben we ook gedaan. Want die is kapot. Komt een nieuwe. Wanneer weet ik nog niet. Magnetron hebben we hier. We hebben hier een droger en een wasmachine. Hierachter is dus het bier en cola. En stofzuiger, een draaier. Nou, hier hebben we een krat met allemaal flessen en oud papier. Nou, buiten zie je niet misschien. Nou, daar hebben we een hok. Daar staan de scooters en fietsjes. En we hebben hier een koelkast. Als er wind, vriezer. Met zijn kastje. Nou, we hebben hier een tafel. Dan kunnen we s'avonds eten. En de ochtend ontbijten. We hebben een tv met een bank, nog een bank, een lichtje en een kast. Deze deur maken we open. Dan hebben we hier een wc. Hier een heel klein wc'tje. Nou ja. Dan hebben we hier een kamer. Hier komen we dan bij de voordeur. Dus we hebben lucht aan doen. Kijk, voordeur, kapstok. Dit is een hele oude, dit doet het niet meer. En nou, voordeur. Een trap en een mat. Dus dan lopen we zo naar boven. En ook hier. Een kamer en daar een kamer met een kast. Dan een andere ruimte. Dan hier zo'n hele grote gang. Zo'n hele grote gang. Ja. Dit hier. Ook een wc. Deze wc is iets groter dan beneden. En hier een douche. En achter deze deur. Dus de brandtrap is. Ga je hier met de brandtrap naar beneden. Dus hier heb je een douche. Nu gaan we naar boven. Dan heb je ook nog een douche. Dan gaan we er nu heen. Tot zo. Nou, hier heb je nog een douche. Met een ding. Hier nog een douche. Zo. Nou, dat is de kamer van de slaapdienst. En hier heb je de brandtrap ook. Nou, hier heb je een kastje. Nou, hier heb je ook nog een kledingkast, wasrek met een kapstok. Hier ook een kamer voor iemand. Nou, dan gaan we zo naar beneden. Dan ben ik even in het donker. En dan is het straks weer in het licht. Zo. Nou, dat was een kleine rondleiding van mijn huis waar ik woon. Nou, zo ook eigenlijk wel een kleine rondleiding. Nou, dit is mijn kamer. Dit hebben jullie al gezien. Maar de licht is een beetje kapot en moet nog even gemaakt worden. Dus nou ga ik nu ook hier vloggen. Want hier doe ik het licht het wel. En op mijn kamer niet. Heel meisjes, vergeet niet met te abonneren op mijn kanaal. Hier beneden. Heel meisjes, wat ik zeg is tot nieuw video. Wat ik zeg is letters spetters.